Interieurstylist Theobert Pot is vandaag in Amsterdam, waar hij Rinske gaat helpen met een chillkamer voor haar twee tieners. Hey, welkom. Hey, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ga verder. Hey, Anu en Ewon. Goedemorgen. Hi. Hi, wat leuk om hier te zijn in Amsterdam. Zeker. Wat wonen jullie hier lekker, zeg? Ja, het is heerlijk hier in Watergraafsmeer. Zeker, zeker. Ja. Een tijdje alweer. En jullie wonen met z'n drieën hier in dit mooie huis? Ja. Al 15 jaar bijna. Al 15 jaar. Ja. Hey, wat me meteen opvalt, als ik in de ruimte kijk, het voelt zo lekker eigen. Ik zie foto's, ik zie mooie stukken. Nou ja, ik vind het wel belangrijk om dat we ons hier allemaal goed voelen. Ja. En om een persoonlijke touch te geven. En nou ja, veel dingen zijn van reizen meegenomen. En ook uit Nigeria. De kinderen komen allebei uit Nigeria. Hé, hey, maar ik ben hier niet voor de woonkamer, volgens mij. Waarvoor ben ik wel? Vertel. De gamekamer. De gamekamer. Ik zie daar een hele grote tv. Klopt. Maar dan krijgen jullie eigen tv. Ja, dat hoorde ik ook, ja. Dat hoorde ik ook, ja. Wat goed, wat goed. Ik kom dus voor jullie gamekamer. Maar wat is het probleem? Is het hier niet of... Nou, het is zeg maar zo van dat... hoe heet het? Ik wil de PlayStation niet hier. Ja. Want het is zeg maar zo van... Nou, mijn moeder die wil altijd gewoon rustig tv kijken. En ik wil hem eigenlijk op mijn kamer. Maar dat vindt ze ook niet goed. Want dan zit ik er alleen maar op in de nacht. En... Dus dan hebben we dat kleine kamertje boven. En dan willen we daar de gamekamer plaatsen. En gamen jullie vaak ook samen, of niet? Nee. Maar je bent ook van het gamen, of gewoon lekker tv kijken? Nee, gamen. Oh, dus het moet een beetje om zijn beurt. En moeders heeft dan nog een beetje controle over hoe lang je achter het scherm zit. Ja. Hey, waar houden jullie van qua stijl? Waar kan ik rekening mee houden? Vertel eens. Nou, ik hou heel veel van voetbal. Ja? En nou, gewoon van sporten überhaupt. En ja... Hey Boen, en waar hou jij van? Waar kan ik rekening mee houden? Ik vind muziek wel heel leuk. K-pop. Ja. Wat voor pop zei je? K-pop. Is dat is niet iets Nederlands? Nee, het is Koreaanse popmuziek. Matcht dat of niet? Nee. Voetbal, Koreaanse pop. Dat is goed om te weten. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd om even die kamer te bekijken. Ja, is goed. Ja? Prima. Kom op. Gaan we heen. De ruimte. Oh, wow. Ja, oké. Okay. Ja, het is niet heel groot. Maar volgens mij wordt het wel een perfecte kamer voor een voor lekker te chillen, toch? Ja, zeker. Gewoon een bankje. Ik vind dat wel leuk om een beetje kleur in te brengen. Wat vinden jullie van kleur? Ik denk gewoon onze favoriete lievelingskleuren er misschien erin. Ja? Wat is jouw lievelingskleur ook weer? Oranje. Maar dat... Nou ja, misschien kunnen we een touch of oranje erbij doen. Misschien wel op de groen tinten. Ja. Nou ja, dat we daar een beetje mee aan de slag gaan. Ja, goed. Jinske, de wensen van jullie weet ik. Maar van jou, waar kan ik rekening mee houden? Nou ja, het moet natuurlijk een plek zijn waar zij zich lekker voelen. Waar ze gewoon kunnen chillen. En als het een extra logeerplekje oplevert, is dat ook mooi. Maar dat is inderdaad extra. Je hebt me een budget gegeven van 1200 euro. Ja. En daarvoor heb ik een plan gemaakt. Want ik heb natuurlijk al een beetje voorwerk gedaan. Mooi. Ideetje om even beneden te bekijken? Ja, dat is goed. Ja? Dus ik dacht, als we nou met kleur gaan werken, het plafond en de muren in een donkere, beetje groene petroltint gaan schilderen, dan krijg je echt een beetje een bioscoopgevoel. Hè? Ook donker, waardoor je focus meteen op dat scherm is. Mm-hmm. Nou, en dan natuurlijk wil je ook lekker zitten. Dus ik heb een daybed, eigenlijk een beetje een dagbed, overdagbed. En ik heb een leuke verrassing voor jullie. Dat laat ik straks zien. Maar het heeft iets met jullie idolen te maken. Hoe vinden jullie als je het moodboard ziet? Ja, ik vind het wel mooi. Ja? Word je blij van de kleuren? Ja. Ja? En jij, Rinske? Ja, ik vind het ook. Ja. Ik denk dat je goed geluisterd hebt naar onze wensen. Dus, ja. Mooi. Zeker. Nou, dan kunnen we hier lekker mee aan de slag. Oké, top. Hoe de ideeën van Theobert gaan uitpakken, zie je zo. In Amsterdam maakt Theobert samen met Rinske en haar kinderen de toekomstige chillkamer leeg. Hierbij krijgen ze hulp van klusser Simon en schilder Aaron. Tijd voor de kleur. Mm-hmm. Zal ik hem laten zien? Dit is hem. Tada! Tada! Nou, is het petrol of is het petrol? Ja. Ja. Zeg dat wel. Nou, het leuke is, een beetje een tip eigenlijk. We gaan de muren natuurlijk doen en dat is wat mensen nog wel durven. Maar het plafond nemen we in dit geval ook mee. Okay. En het leuke is daarvan is dat je eigenlijk veel rustiger de ruimte laat zijn. Mm-hmm. Dus aardige meters die we kunnen maken. Zeker. Wat vinden jullie ervan? Ja, het wordt wel even kijken. Spannend, hè? Ja.
Nou, er schiet al aardig op. Ja, zeker. Hé, maar waar ik zo benieuwd naar ben, je bent volgens mij een reizigster. Ja. En je hebt twee kinderen, dus single mom. Hoe is het? Ja, dat is een keuze die ik heel bewust gemaakt heb. Ja. Eigenlijk van jongs af aan wist ik al dat ik kinderen wilde, en ook dat ik kinderen wilde adopteren. Mm-hmm. Ja, om kinderen die in andere omstandigheden ter wereld komen toch ook een kans te geven, zeg maar. Dat was mijn motivatie. Toen heb ik in 2002 Anu opgehaald. Ja. Mijn zoon, die was toen 6 maanden. En dan uit? Nigeria. Nigeria. Ja. En in 2004 Ebun, mijn dochter, van, ze was toen 8 maanden. Dus ik heb ze allebei als baby opgehaald. Ja. En, nou ja, je hebt gezien wat het nu geworden is. Ja, hè? Te gekke kinderen. Echt onwijs leuk. En kan ik dan zeggen, je bent het uitgekomen? Ja, absoluut. Ik bedoel, ik voel me enorm rijk met deze twee kinderen. En nu zijn we natuurlijk bezig voor ze in deze mooie kamer. Dus het is natuurlijk leuk om nog even die muur mooi af te sausen. Precies. Gaan ze even verrassen. Gaan we ze verrassen. Ja. Hey jongens, jullie zijn natuurlijk ontzettend druk deze middag. Maar ik heb jullie assistentie nu echt even nodig. Dus ik vind het namelijk leuk om wat persoonlijke spulletjes in boven te zetten voor jullie kamer. Kijk, dit is toch fantastisch? Ja, zeker, zeker. Ja, hey, maar jullie reizen best veel, of niet? Met moeder. Nou, op zich best veel, ja. Wat is jullie laatste reis geweest, bijvoorbeeld? Marokko. Marokko. Jullie oorsprong is Nigeria, ook in Afrika. Uh-huh. Zou jullie een keer terug willen? Ja. Kijken hoe het daar is. Ik wel. Ja? Ja, ik zou wel een keertje terug willen gaan. Ja, en dan met elkaar misschien op den duur. Nou, op zich wel. Ja. Heb jij dat gevoel ook of voor nu nog niet? Voor nu nog niet. Maar misschien ooit, misschien over een paar jaar. Hé, en nu staan we hier voor die mooie fotowand. Wat moet er zeker mee naar die chillkamer? Welke foto's? Deze twee, met die papegaai. Ja, allebei over eens? Ja. Ja, ze zijn ook mooi. Ook mooi kleurrijk. Nemen jullie ze mee? Dan pak ik de andere spulletjes en dan kunnen we boven hem aan de muur zetten. Ja? Top. Boven krijgt de chillkamer steeds meer vorm. Straks zie je het eindresultaat. Yes. Rinske, mm-hmm. Die zetten we hier neer. Hoe vind je? Metamorfose, hè? Ja, echt, hè? Ja, leuk, hè? Ja, die kan er mooi bovenop. Ja. We hebben hier een dressoir neergezet. Eigenlijk heel simpel, want je hoeft niet altijd alles nieuw te kopen. Nee. Deze kistjes komen uit de kringloop. En dan zetten we gewoon een plank erop. En simpel, ja, je hebt een dressoir. Mm-hmm. Dus een beetje hergebruik. Maar hoe vind je de kleur? Ja, mooi. Warm. Ja, hè? Ja. Zo, en dan gaan we de rest pakken. Anu, Ebun, ik heb een verrassing voor jullie. Oh, sowieso. De ruimte. Het ziet er allemaal mooi uit. Ja? Vind je het mooi? Ik vind het wel. Goed zo. Hey, in het begin van de dag hadden we het over dat we natuurlijk ook de idolen van jullie, bij jou de voetballer, bij jou de Koreaanse popgroep, een plekje willen geven om het nog eigener te maken naast de spullen van reizen en foto's van familie. Uh-huh. Dus ik heb hier voor jou de voetballer en dan moet je me even helpen met de naam. Mbappé. Kijk. Dat is de voetballer. Deze hangt. En voor jou natuurlijk de popgroep, maar dan moet je me daar ook even helpen bij de naam. BTS. Yes, kijk. Tada. Zo. Kijk, nu hangen ze. En ideaal is, je maakt gewoon een foto of die scan je vanuit een tijdschrift of een boek. En die vergroot je uit, doe je in een lijst en je hebt hele eigen posters. Dus maak je kamer nog iets meer eigen. In dit geval waar jullie van houden. Zo'n hele bubs. Ja. Kijk wat het doet, hè. Al die patronen. En dan krijg je toch een beetje ook die Afrikaanse tint erin. Combineren we ook weer met het fluweel van ook de bank waar hij bestaat. Ja. En nu is het echt een lekkere bank straks. Hou de kussens weg, kan je heerlijk slapen. Gewoon een logier. Het leuke is dat de ruimte meteen een beetje multifunctioneel wordt, hè. Ja. Chillen, slapen. En zo'n patroontje erbij en kleur. Ja, maakt het natuurlijk heel erg eigen. Echt van jullie. Zeker. Ik ben heel benieuwd hoe jullie het vinden. Ik vind het echt mooi, man. Ik vind het echt mooi. Ja? Ja, zeker. Ja? Ik ben echt Wat vind je het mooiste? Ja, de kleur.
Ja, ik vind het ook echt heel mooi. Lekker gezellig, lekker knus. Die bank met al die kussens is dan toch weer, geeft toch wel een leuk sfeertje. Beetje vrolijkheid, ja, beetje vrolijk. Ja. Ik vind het echt boven verwachting. Want we kwamen er zelf niet uit, omdat het zo'n kleine ruimte is. Ja. En door deze opstelling en de keuze van kleuren, materialen is het wat mij betreft echt een groot succes. En dat vinden jullie ook, dus dat, daar was het om te doen, hè? En het leuke is ook die persoonlijke touch, hè? Ja. Dat kan niet zonder. De foto's die jullie het mooist vonden, die hangen aan de muur. Een aantal andere items uit Afrika heeft een mooie plek gekregen. Je had me een budget gegeven, Rinske, van €1200. Die hebben we ook wel echt nodig gehad. We hebben aardig wat geverfd. We hebben natuurlijk een mooi bed gekocht, een bankbed. Planten, een vloerkleed. We hebben een aantal prints gemaakt. Nou, dat bij elkaar genomen, komen we op dat bedrag uit. Dank je wel. Dank je wel. Ja. Graag gedaan. Heel fijn. Nou, ik vond het echt onwijs leuk om voor jullie dit te doen. En ik hoop dat jullie heel veel plezier ervan hebben. Met name jullie natuurlijk, van deze chillkamer. En dan is één ding, plop eens even in die bank. Ja, ja, ja. En gamen. Leuk.